Oké, en welkom terug. Dit keer gaan we spreken over het inschatten van een belichting. Dus in een vorig filmpje heb ik gesproken over het instellen van een technisch correcte belichting aan de hand van wat uw lichtmeter u voorstelt en dan de drie parameters zijn de ISO-waarde, sluitertijd en diafragma, waarbij dat u dan met ISO-waarde, sluitertijd en diafragma kunt spelen. Door de ene waarde in de ene richting te wijzigen en de andere waarde evenveel stops in de andere richting te gaan wijzigen. Maar daar hebben we nog niet gesproken over het bekomen van die belichting. Dus normaal vertrek je van een lichtmeter die je een waarde voorstelt en dan kun je gaan wijzigen om die creatieve elementen in je beeld te gebruiken. Maar we hebben nog niet gezegd over lichtmeters en vandaag gaan we ook nog niet spreken over lichtmeters zelf, maar ik ga wel spreken over een trucje. Namelijk de regel van 16, een trucje om aan de hand van het weer een correcte belichting in te schatten. Dus dit is iets dat enkel werkt als je buiten fotografeert. Als je binnen werkt, werkt het in de meeste gevallen sowieso met kunstlicht. Of je moet al een lichtsterke lens hebben of een grote sensor hebben waarbij dat je hoge ISO-waarden aan kunt. Of een film met een hoge ISO-waarde. Waarom is dat trucje handig? Vroeger bij de volledig manuele camera's, zoals deze, dan had je hier onderaan twee eenvoudige knoopcelbatterijen. Maar die batterijen waren er enkel voor de lichtmeter. De lichtmeter werkt in dit geval door de lens. En als je door de zoeker kijkt, dan zie je een naaldje bewegen. Nu, als die batterij plat is, dan werkt die lichtmeter niet meer. Maar in dit geval, bij deze manuele camera's, kun je dan wel nog perfect een sluitertijd en diafragma instellen en uw sluiter gaat ook volledig manueel werken. Terwijl met digitale camera's kun je sowieso niet veel meer doen als je geen batterij meer hebt, maar vroeger kon het dus wel nog werken zonder batterij, door die truc toe te passen. Nu, bij digitale camera's is het altijd nog handig als je buiten komt en je zit in een situatie waar je weinig schaduw, wisseling tussen schaduw en zon hebt, of dat je vrij constant licht hebt buiten. Bijvoorbeeld doordat er juist bewolking is en weinig zon, dus ook geen verschil in zon en schaduw, dan is het vaak zo dat je kunt een bepaalde instelling kiezen en die de hele dag kunt gebruiken zonder daar continu te moeten zoeken wat dan nu een correcte belichting is. Nu, de regel van 16, hoe zit dat ineen? Die stelt dat als het zonnig weer is, dus perfect zonnig weer zonder bewolking of zo goed als geen bewolking, harde schaduwen op de grond, dan is uw sluitertijd bij het diafragmagetal 16 is die sluitertijd gelijk aan 1 gedeeld door uw ISO-waarde. Dus als we hier nu gaan naar dus diafragma 16 met zonnige weer, als we zien dat we hier een filmpje hebben, hier heb ik een venster om te zien wat mijn ISO-waarde is, die zijn staat op 400, dan zou mijn sluitertijd bij perfect zonnige weer met diafragma 16 een 400ste van een seconde zijn. Omdat ik hier niet veel keuzes heb, kan enkel een volle stops aanpassen, moet ik dan een 500ste van een seconde kiezen, hetgeen het dichtst bij die een 400ste zit. De andere waarden zijn een 250ste of een 1000ste, dus een stop minder of een stop meer dan een 500ste van een seconde. En vertrekken vanaf die combinatie kunnen dan, zie vorig filmpje opnieuw, de sluitertijd een stop langer en dan het diafragma ene stop dichter. Hier gaat dat nu moeilijk zijn, omdat je ziet dat dan maar tot de 16e, tot de diafragma 16 gaat, deze lens. Nu, ik sprak van zonnig weer. Het komt ook een schemaatje. Ik zal het hier in beeld brengen, vandaar die leegte. Hier komt dus een schema. Waarbij dat je ziet dat een 16e is voor perfect zonnig weer. Als je één stop dicht draait, gewoon diafragma getal 11. Dan kun je die gebruiken in het geval dat je zonnig weer hebt, maar wel nog redelijk wat bewolking. Als je echter bijna voornamelijk redelijk wat bewolking hebt en zo goed als geen zon meer, dan spreken we van opening 8. Waarbij dat trucje in past. 5.6 in het geval van regen is echt weinig licht. En heel extreem kun je naar 4 gaan in het geval van zware mist of heel zware regenval, waardoor dat het zicht ook beperkt is. Omgekeerd kun je ook in plaats van te vertrekken van diafragma 16
aan de hand hebben dat er meer licht is dan op een zonnige dag, bijvoorbeeld door licht dat weer kaatst wordt door sneeuw, door water, door witte gebouwen. Dan, dus alles wat eigenlijk licht weer kaatst, witte heldere oppervlakken, dan kan het zijn dat je niet opening 16, maar opening 22 nodig zult hebben. En daarmee hebben we denk ik alles gezegd voor de regel van 16. Dus met die regel kun je een belichting inschatten, buiten gaan fotograferen, terug binnenkomen en heel wat goed belichte foto's hebben. Oké, bedankt en tot de volgende.